lijkt me het beste wanneer Siep van der Ploeg, de zanger, zelf nog één keer uitlegt wat er nou precies los is. Siep van der Ploeg. Nou, voor wie het nog niet weet, er waren twee Groningse jongens die namen een cd'tje op en jij vond het niet leuk. Waarom niet? Nou, het waren een jongen en een meisje. Ja. Dat was op het begin al niet leuk natuurlijk. Nee, dat was heel leuk. Ja. Nou, vanaf het eerste moment heb ik het een heel leuk liedje gevonden. Alleen de manier waarop het ging. Het ging namelijk over ons, het liedje. En ik had graag iets van inspraak willen hebben. Wanneer het om een commercieel iets gaat, het liedje wordt verkocht. Het wordt waarschijnlijk een grote hit, of dat is het eigenlijk al. Dat had ik toen ook meteen in de smies. Ik denk, dit gaat scoren. Ja. Dus nou, ik wil in ieder geval een beetje inspraak hierin, want het gaat over ons. En dat hebben wij altijd zo gedaan de laatste 15 jaar. En we bestaan al 15 jaar. En altijd als onze naam gebruikt wordt, willen we in ieder geval weten waarvoor. En, en als het commercieel is, dan willen we er gewoon iets over te zeggen hebben. En nou, het gaat over Jelle, hè? Een fan van de kast, dat liedje. Ja. Die probeert wanhopig met jou in contact te komen, die Jelle. Ja. He, en dan uiteindelijk komt hij met een zwangere cavia, belandt hij in het Tjeukenmeer. Ja, zo erg leek het mij niet, hoor. Maar, nee, maar dat, wat ik ook zeg, ik vond het hartstikke grappig liedje. Ja. Kijk, dat is ook niet het probleem. Toen ik las dat jij het er niet mee eens was, dacht ik, het is een serieus punt. Want je hebt een stalker, hè, iemand die je overal achtervolgt, heb ik begrepen. En daar gaat dat liedje een beetje over. En ik dacht dat je daar juist zo kwaad over was. Nee, ik heb helemaal geen stalker. Ik heb alleen maar leuke fans. Je hebt alleen maar leuke fans. Dat was eigenlijk vanaf het eerste moment was dat ook de fout wat in de pers kwam. De kast vindt het niet leuk, want ze hebben stalkers. Ja, waar het vandaan komt, weet ik niet, maar ik heb het niet gezien. Dus je hebt van niemand last? Nee, alleen maar plezier, geloof ik. Goed, dat is mooi. Is het ook nog een beetje de controverse Groningen-Friesland, zoals wij toch graag Belgenmoppen vertellen, of heeft dat er niks mee te maken? Dat weet ik niet. Nee, ik weet het wel. Dan moet je aan hun vragen. Ja. Nou, kijk, het is in ieder geval een Groningse rechter die heeft beslist en die man... Die heeft dat naar eer en geweten gedaan. Die heeft ons daarin geen gelijk gegeven. Dus nee, daar hebben we het verloren. Daar hebben we te accepteren. Ja. En dat is het hele verhaal eigenlijk. Maar was het een rechtszaak waard achteraf? Vind ik wel, want ik weet nu in ieder geval wat de grens is. En je kan dus in Nederland kan je gewoon over iedereen alles roepen en doen. Maar kijk, de publieke opinie vond het een leuk liedje. Ook wij vonden het een leuk liedje. Ja. Dus ja, ook als het niet leuk is, mag het waarschijnlijk ook. Want mooi. De grens is heel vaag. Nou, dus hij mag voortaan met die zwangere cavia Tjeukenmeer in. De rechter heeft daar ja tegen gezegd. Nou, laten we maar over de muziek hebben. Jullie zijn nieuwe muzikale wegen ingeslagen, want opeens gaat het allemaal akoestisch, hè? Ja. Dat is een bewuste keuze. Nou, wij hebben een aantal stijlen, country, folk gebruiken. Dus hier en daar een beetje blues, jazz. En doordat het nu akoestisch is, is het toch één geheel geworden. Ja. Heel duidelijk. Maar het is wel lekker dat je als zanger nou niet meer boven die elektrisch versterkte gillende gitaar uit hoeft. Is soms ook leuk. Dan kan ik mijn agressie kwijt. Ja? En mijn energie. Maar nu kan ik mijn intiemere gevoelens kwijt. Op deze tournee kan je dat dus niet kwijt. En er zitten ook heel vaak speciale instrumenten. We hebben vanavond speciale instrumenten, of niet? Nou, ik zie Peter bijvoorbeeld met een dobro zitten. Een dobro? Dat is een... Dat klinkt als een huishouddoekje, maar dat is iets anders waarschijnlijk. Met de U bedoel je? Oh ja, ja. Ja. Wat is een dobro? Nou, dat was eigenlijk de eerste versterkte gitaar. Vroeger, toen er nog geen elektriciteit was, hadden de mensen moeite om met de gitaar boven de massa uit te komen. En die gitaar is keihard, ook zonder versterking. Ja, het stamt nog uit de tijd dat je warm water ging kopen ergens dus waarschijnlijk. Uit de tijd 1930, ja, zo'n beetje. Ja, die tijd. Nou, jullie zingen nu weer ook dit stuk in het Fries, hè? Een aantal nummers zijn in het Fries. Ja. Waarom toch weer het Fries? Ja, de helft van de band spreekt Fries. Ja, dat begrijp ik. Dus zo nu en dan hebben we een Fries. Ja, maar jullie kunnen ook heel goed algemeen beschaafd Nederlands zingen, heb ik gehoord. Ja, maar bepaalde nummers die lenen zich beter voor het Fries. Ja. Moeten we dat dan ondertitelen nou, of vind je van niet? Als jij het kan vertalen, mag je dat doen. Ja, nou, ik hoef het zelf niet te doen. Als we er een goede voor vinden, vind je het wel iets extra's. Dat vind ik prima, ja. Goed, dus als de mensen ondertitels zien, dan hebben we een goede vertaler gevonden. Zo niet, dan laten we het zo. Okay. Monsil de Sinneskine. Helemaal goed. Ja? Morgen gaat de zon weer schijnen. De jongens zitten al voor je klaar. Ik ga je nog even mooi aankondigen. Loop naar ze toe. Okay. In het Fries dus weer, zoals we eigenlijk van hun eerste hit met ze gewend zijn. De kast met Mon Sil de Sinne Skine. De lichten in de spiegel verdwijnen achter mij. De sterren kleuren rit. Ik riet er onvaarbaar.
linnig in de polder, tussen Joet en Mon. Het rode smalte van de nacht, werd het loed is verstoord. Mooi zilde zinnen schienen van mij, en begin ik op mij. Begin ik op zocht. Ik wie dagen in de vreemde, nog neer wie ik zafier. In een stad zonder liefde, werd ik hem veel bewier. Mooi zilde zinnen schienen van mij, en begin ik op mij. Zuster in mijn hart, wie het is God om mij heen, wie ik wacht, leeg en leed. Mooi zilde zinnen schienen van mij, en begin ik op mij verdwijnen. We wilden hem nog aan het lachen maken, hè? Wat doe jij dan? Ja, maar hoe doe jij dat dan? Ja, je bent geslaagd. Nou, kijk. Die rechtszaak heb je verloren, maar daarom hebben we een mooi cadeautje voor je. Echt een verrassing voor jou, volgens mij. Meer dan 40.000 stuks verkocht, dan met andere ogen. Hij is je van harte gegund. Hij is te groot om mooi vast te houden. De kast! Dank je wel.